Khalid Kassem lijkt in één klap alles te zijn verloren: niet alleen zijn tv-carrière, maar ook de mogelijkheid om ooit nog terug te keren in de advocatuur. De onthullingen van het AD, die zeer belastende tapes in handen heeft, zijn zo groot dat hij direct is opgestapt als presentator van Khalid Sophie. Tijdelijk, maar ja, dat blijkt het uiteindelijk zelden. Is er iemand uit op de val van Khalid? We hadden een paar weken geleden ook al alle huizen van Khalid die ineens naar boven kwamen, merkt Petty Bart op in shownieuws. Petty wijst op de onthulling dat Khalid talloze panden in de hoofdstad bezit, die hij vervolgens voor ongetwijfeld hoge bedragen verhuurt. Hebben we hier te maken met een georgestreerde aanval op de presentator? Haalt Petty terecht de onthullingen over Khalid's verborgen vastgoedimperium aan? Of staat dat hier helemaal los van? Het lijkt er los van te staan, omdat deze onthulling bij Rob Vurens vandaan komt, de journalist achter de bekende website Bekende Buren. Daar staan regelmatig primeurs over BNR vastgoed op, en vanwege de stijgende populariteit van Khalid Kassem is hij kennelijk ook een keertje onder de loep genomen. Het kan natuurlijk wel zijn dat Rob door iemand is getipt: iemand die weet dat het niet echt lekker ligt dat Khalid pandjesbaas is, terwijl hij bij het socialistische BNN-VARA werkt. Ik denk niet dat BNNVARA het toejuicht dat een van hun presentatoren een pandjesbaas is, zegt Rob er zelf over in de nieuwste nieuwe revue. Rob vindt het gewoon nieuwswaardig. Een kapitalistische presentator bij een socialistische omroep, iedereen heeft het erover. In het gewone leven lijkt het er toch sterk op dat Kassem zich schuldig maakt aan linkslullen, rechtsvullen. Van dat imago komt hij natuurlijk nooit meer af. Als je ze optelt, kom je op ongeveer acht panden. Die panden staan voornamelijk in Amsterdam. Ze hebben een totale waarde van ongeveer 3 miljoen euro. Dat klinkt misschien weinig voor acht panden in Amsterdam, maar het zijn geen megadure panden, meer appartementjes. Die zullen voor de verhuur zijn. Eén ding is zeker, zelf is Rob ook niet gecharmeerd van Kaliet. Als presentator op tv vind ik hem een rampenvonds. Ik vind het helemaal niks, zegt hij, nog voor de onthullingen over de presentator. Hij besluit: Nederland is überhaupt niet behept met goede talkshowmensen. Buiten Jeroen Pauw en Sven Kokkelman kunnen ze er allemaal geen hout van.